Ja, ik doe het ongewoon voor de holle boom. Het is zo gek, ik krijg een syndroom. De fan, weer zo in Nederland. En al die mensen die een boswandeling maken. Ja, hier op van de daken, die bomen vallen om. En dat kost weer knaken om het laten maken door het natuurreservaat. Wat staat er gooi natuur bij die reservaat? Big Bergen. Ja, dat is wat erger. Ik zie hier een bordje, maar het heeft niks te melden. En al die mensen die hier lopen, net als die auto, die viel om op de auto. Maar de auto staat gelukkig aan de andere kant. En nu wordt Lucien ook alweer wakker, want hij weet dat hij aan de beurt is. Genoeg gezeurd is, je weet dat het gaat en hij komt heel treurig. Ik kom treurig, maar zeker humeurig. Want ik ben een man en ik ben zeker keurig. Kijk, we staan met mijn kraagje omhoog. Want de kraag staat hip en heb je het ook. Want dan hoor je bij de klem. Je weet wat ik bedoel, ik heb al drie fans. Drie fans en één heet Dennis. De ander heet Karel, de derde heet Wim. Wim en Karel, die kennen ook Ron. En Ron is de man waar het allemaal ooit begon. Hij heeft de profiel op highs gezet. Dan komt hij met Dennis, heel dolle pep. Jouw beheerder van Ron, dat is er bestaan. Dennis komt even, dan komt hij digitaal aan. Digitaal zal hij de nulletjes verspreiden. De eentjes en hij zal ze jou laten rijden. Maar ik neem het over al die bits. Nulletjes en eentjes, dat is toch geen gezicht? Nee, ik zie een vlieg. Hij zit hier voor de camera. Als die niet weg, dan stop ik hem in de vagina. In de hoes, een vagina, zijn kut. En ik weet niet wat het gaat, want ik bijt die niets nut. Die niet weet waar die over moet praten. Over die kleine kinderen met mutsjes die haten. Want ik zal jou niet langer haten. Je ziet het goed, ik zit over je te praten. En ik sta te filmen, ik zet het op internet. Want je bent een bitch, je hebt gelukkig, je hebt niet gebitchlept. Happy slapping, ja zo noemen ze dat. Dan filmen ze het en dan slaan ze je voor de grap. Het slaat helemaal nergens op, maar dat lijkt toch erg, toch? Wat zeg je? Yo, neem het even over. Klappen ze in je hand. Yo, klappen ze in je hand, yo. Gooi die pieter even wederom. In, strom. Dat hoorde je al hoe ik begon. En ik begon hem eventjes te spitten. Van mijn shit zal je al je vrienden verhitten. Dit en jullie reet. Dit en jullie voeten. Ik weet dat ik het doe aan de zand. Ik weet voeten. Want die shit is te hard. Om maar weer nieuw te gaan. Even van nieuw van start te gaan. Want je weet dat ik heel erg hard zal gaan. Want ik rij 120, rij ik ver op. Wat als je reiger? Als je reiger van het op de zeiger. Ik heb het zo en de kracht in kunnen zwijgen. En dat is de we zwerven op een perm aan benen. We zaten met z'n allen op een ochtend stelen. Maar niet tijd.